Goedenavond allemaal, ik ben René Weterings, hobby onderwaterfotograaf en tweevoudig Nederlands kampioen 2018 en 2019. Raymond. Raymond Merkes, goedenavond allemaal. Ik ben ook hobby onderwaterfotograaf. Ik heb 8 jaar lang bij Onderwaterhuis gewerkt. Meest van mijn duiken zijn wel in Nederland, maar tropisch blauw water vind ik ook altijd interessant. En ook 2 keer Nederlands kampioen, net voor René, in 2016-2017. Ron? Ik ben Ron Offermans. Beroepsfotograaf, maar onder water eigenlijk ook gewoon hobbyfotograaf. En ik maak natuurlijk ook boeken en ik geef cursussen. Slechts één keer Nederlands kampioen, al in een ver verleden, 2010 geloof ik. Dat klinkt goed. Heel kort hoe de avond gaat. We gaan over 2 onderwerpen praten. Dat zijn flitsposities en creativiteit. Dat zijn onderwerpen die jullie zelf hebben aangedragen. En tussendoor en achteraf gaan we ook een aantal foto's bespreken die door fotografen zijn ingezonden die graag tips willen hebben. Maar we beginnen nu met de flitsposities. Mannen, ik zeg starten maar. Of de flitsposities eigenlijk ook gekozen, omdat we dachten dat het best wel een puntje is waar mensen vaak tegenaan lopen in Nederland. Een hot item, krijgen we vaak veel vragen over, ook aan de dijk. En ik was van de week was ik aan het duiken, net als een van de velen bij de sepia's in de Bergse Diepsluis. En tot mijn verbazing, het was ontzettend slecht zicht. En merkte ik dat dan die flitsposities echt wel een belangrijk ding is. En ook omdat we het hierover gehad hebben, denk ik wel dat het een hot item is. Ik zou vragen, Ron, hoe heb jij je flitsposities als je bijvoorbeeld in de sepia's geduikt hebt, Bergse Diepsluis of Zeelandbrug, en het is slecht zicht. Hoe heb jij dan je flitsposities staan? Je flitsers in welke positie? Ja, ik gebruik dan zeg maar de konijnenoren flitsposities. Dat zijn zeg maar allebei de flitsers. Hoog boven de camera. En dan al naar gelang de hoeveelheid zweefvuil. Als er heel veel zweefvuil is, dan zelfs een beetje naar boven gericht. Ja, dan. Je hebt misschien vast wel eens van bouncen gehoord. Dus dat je. Dat is gewoon bovenwaterfotografie, dat je tegen het plafond flitst. En ik flits dan als het ware tegen het zweefvuil aan. Ik maak een wolkje zweefvuil, dat licht ik aan, wat net buiten beeld is. En vanuit daar daalt het licht dan neer. Het is een heel zacht, diffuus licht, maar ja, het zweefvuil wordt dan heel weinig geaccentueerd. En daar ben ik op zich. Ja, ik heb het niet zelf uitgevonden hoor. Ik heb het een keertje gelezen ergens van Alexander Mustert. En ik ben het gaan uitproberen. En ik ben er heel tevreden over. Bij mij werkt het goed. En bij jou, René, heb jij een andere aanpak? Of zeg je van, nou, dit herken ik wel? Dat herken ik wel. En ik heb Ron zijn boek ook, hè, uiteraard. Een goede leestip. ik blader er te weinig in. Ik ben toevallig vorig jaar, want ik ben nog niet op pad geweest sinds de coronacrisis. Dus morgen ga ik weer. Nou, ik hoor niet alle altijd beste berichten over het zicht. Dus ik kan dit ook gewoon weer goed gebruiken. Maar vorig jaar heb ik ook een duik gemaakt. Dan was het zicht al wel iets beter dan, dan jij schetste, Raymond. Ik heb een paar dingen uitgeprobeerd, onder andere ook snoets, brede snoets dan in dit geval. Maar ik had geen fisheye mee toen en ik had eigenlijk een gewone groothoek lens mee. En ik heb toen van boven af gefotografeerd met 1 flitser. Dus ik heb eigenlijk een beetje een variant gebruikt, wat Ron net beschreef. En niet zo extreem naar boven, maar meer wel boven de lens, boven de poort. En dan wat rechter naar voren. En ik kan wel even dan het resultaat laten zien. Dat is misschien wel leuk. Van vorig jaar. Ik zal even snel het scherm delen. Als het goed is, zien jullie nu een sepia. Even kijken hoor. Wat je eigenlijk ziet, als je goed kijkt, zie je de donkere vlekjes hier in het groen. Zeg maar de algenblaasjes nog zitten.
Maar eigenlijk vrij weinig stof. En ik heb hier ook helemaal niet zo heel veel aan bewerkt achteraf. Vaak doe ik dat wel, daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar dat viel bij deze foto heel erg mee. En een ander voorbeeld is deze foto. Maar dan staand gemaakt. En ik hou zelf van staande foto's. Ja, ik denk dan toch altijd aan de cover van een blad. Uiteindelijk is dat is toch voor je wel wat je leuk vindt. Wat ik leuk vind in ieder geval. En ook hier heb ik gewoon de camera gekanteld. Ik had wel twee flitsers bij me. Maar gewoon puur één flitser gebruikt. Van boven een beetje naar beneden gericht. Dat dan wel. Dus niet de konijnenhoorn die rond het zesde. Maar ja, ik denk dat wel een techniek is die goed werkt. En ja, eigenlijk viel mij onder water al meteen het resultaat mee. Ik denk, nou ja, dat werkt dus toch heel goed. En ja, dan hoef je dus ook niet per se twee flitsers te hebben. Eén werkt ook. Maar goed, als je het maar goed doseert, goed richt, dan krijg je dit soort resultaten. Dus, ik wil ook nog eventjes twee voorbeeldjes laten zien. Ja. Even kijken. Okay. Nou, dit is dus een. Deze zien jullie die foto? Die van die snotwolf nu? Ja. Met behoorlijk veel stof. Dit was ook bij de Zeelandse brug. Een paar heel aantal jaren geleden. En toen had ik dus de domme fout gemaakt om accu niet goed op te laden. Dus ik zag die snotwolf en ik heb er een paar foto's van gemaakt. En daarna was mijn accu was leeg. Ja, en het beest bleef wel zitten. En ik zat op een meter of 7 te denken, ja, wat moet ik dan doen? Toen ben ik mijn ISO omhoog gezet. Ik heb een hele langzame versluitertijd. Ik geloof dat ik een 15e... Ik probeerde het uit de hand te fotograferen. En toen was de volgende foto was dit. Dezelfde situatie. En dan zonder flits. Dat heeft mij toen ook aan het denken gezet om die konijnenoren te doen. Want ja, wat je eigenlijk probeert te doen met die konijnenoren is het zoveel mogelijk te laten lijken op natuurlijk licht. En dit is ook heel diffuus licht van bovenaf. Nou, je ziet ook, het heeft natuurlijk ook te maken met de lange sluitertijd. Zodat er worden stofjes die langstromen, die worden een beetje die bewegen. Dus die worden ook onscherp. Heel weinig scherpte diepte heb ik, omdat ik een groter diafragma moest nemen. Dus je ziet hoe groot het verschil is. Ja, nou zou ik zelf niet mensen aanraden om met een redelijk lange sluitertijd te werken. Omdat dat best wel tot gevolg heeft dat je bewogen foto's krijgt. Maar het is zeker een optie om een wat langere sluitertijd te pakken. Om wat minder hard te flitsen, waardoor het op wat natuurlijke licht lijkt. Welke sluitertijd vind jij nog acceptabel dan? Meestal ga ik niet veel langer of langer als 1/60ste. 1/50ste, maar dan moet je al redelijk stabiele hand hebben om hem ergens op kunnen zetten. Ja, maar als je een fish eye gebruikt? Ja, maar dan komt het minder nauw in die zin. Dan valt bewegingsonscherpte iets minder op. Meestal blijf ik... Kijk, als je fish-eye gebruikt, dat gebruik ik meestal in veel lichtomstandigheden. Mm-hmm. Het mooiste is natuurlijk als je een zonnetje erbij hebt. Ja, dan ga je toch ook in die zin knijpen. Ja, ja. Ga ik naar 100ste, 125ste en hoger. Ik heb op de bodem van de Noordzee heb ik nog wel eens gefotografeerd met een 15 of zelfs met een 8e. Oké. Dus alleen met de fisheye. En dan je camera wel zo stabiel mogelijk dat je een beetje steun hebt aan zo'n wrak of zo. Maar dan is dat op zich nog wel goed te doen. Ron. Maar goed, we zouden het over flitsposities hebben. Hè? We dwalen af. Ron, je had het zo mooi over de konijnenoren. Je hebt nu twee foto's zien voor en na. Maar precies, hier zocht ik naar. Die wilde ik even vragen. Dit bedoel ik. Dit zijn ze, de konijnenoren. Ja. Liefst met een hele lange arm. En een beetje, daarom, je ziet ook waarom het konijnenoren heet. En het is natuurlijk ook een ander voordeel is, je beeldhoek is boven veel kleiner als naar de hoeken toe. En die zonnekap die zit er ook voor, dus je zal hier met die konijnenoren ook zelfs als je ze naar beneden richt, niet zo snel last hebben van die hotspots. Hè? Want vaak als ze in de zijkanten zit, die flitsers, ja, dan
komen ze veel sneller in beeld. Of in ieder geval het licht wat voor de flitser zit, komt sneller in beeld. En als ze erboven staan, ja, dan is de hoek is aan de bovenkant het kleinst ook. Daar zul je niet snel last van hebben. En Ron, maar wat is nu zeg maar de positie van de flitsers? Hè? Mooi plaatje heb je van voren geïllustreerd. Maar de positie van deze flitsers in jouw geval ten opzichte van de camera. Dus als je van bovenaf zou kijken, vallen ze dan net achter jouw poort, ver achter jouw poort? Nou, ik heb ze er echt redelijk, nou ja, zeg maar recht boven. Oké, recht verticaal dus. Ja. Je hoeft ze nu niet heel ver naar achteren, omdat je die hoek niet hebt. Soms moeten ze, wat wel eens het probleem kan zijn, dat je de voorgrond, dat die donker wordt, dat het licht er overheen gaat. Ja, precies. En dan, dus als je onderwerp heel dichtbij zit, vlak voor je lens bij wijze van spreken, dan kan het wel eens zijn dat je onderwerp dan donker is, dat het eraan voorbij gaat. En dan moet je ze eigenlijk nog iets naar achteren trekken, of er een paar doomdiffusers opzetten. Kijk, dit is bijvoorbeeld ook een plaatje met doomdiffusers. Met die konijnenoren. Even kijken, dit ook. Je ziet ook hoe ver de kleur doordringt naar achteren. Het is niet zoals met flitsers die je ernaast zet of er vol op zet. Dan is de voorgrond, heeft dan kleur en de achtergrond wordt al heel snel weer groen. Maar nu is ook de lichtverdeling verder naar achteren is ook heel gelijkmatig. Je ziet zelfs dat die achterste stukjes begroeiing ook kleur hebben. En dat zou je niet snel bij een andere flitspositie hebben. Nee, zelfs het groen, of het groen niet, het oranje van die kolonievormde zakpijpjes, denk ik, dat valt zelfs nog op. Dat is wel heel mooi. Ja, dat komt omdat het... Dat gaat je anders niet lukken. Nee. Als je flitsers gewoon rechtstreeks erop zet, dan is de voorgrond heeft kleur. En dan wordt het daarna al heel snel wordt het weer groen, of in de tropen wordt het dan weer blauw. Ja, precies. Ja? Ook in voorbereiding voor deze dive experience natuurlijk heb ik ook wat voorwerk gedaan. Als je mij al eventjes een foto laat delen, Ron. Ja, ik ga hem even uitzetten. Even kijken, stop share. Jo. Yes, dan zal ik even kijken of dat bij mij ook gaat lukken. Kijk eens waar dat hier in deze. Ja, wij krijgen tussendoor ook wat vragen binnen. Mogen we die eerst stellen? Tuurlijk. Vraag. Ja, de vraag is ook, kan je konijnenoor altijd gebruiken? En hoe doseer je dat? Nou, in feite kan je het altijd gebruiken. Maar met slecht zicht, dan is het bijna de enige flitspositie. Maar heb je goed zicht, ja, dan kun je ook die andere flitsposities gebruiken. En dan heb je meer... harder licht, als je dat mooier hebt. Je kan dan ook snoets gebruiken of gewoon één latje harde slagschaduw, zodat je meer plasticiteit in je foto's krijgt. Hè. Dit is een manier om heel... Ja, als je dit mooi vindt, ja, dan kan je alles met konijnenoren doen. Hè, maar het is ook wel eens leuk om wat harder licht en wat meer... Misschien, hè, wat mensen vinden het ook wel eens leuk om een donkere achtergrond te hebben en dan een hele felgekleurde voorgrond. Nee, dat krijg je niet met konijnenoren. Hè, dan moet je gewoon op andere flitsposities moet je gebruiken. Nee, wat mij ook opviel in jouw foto's, Ron, is in principe werkt het wat je zegt altijd. Maar je hebt best wel een harde slagschaduw aan de onderzijde. Dat is een bijeffect van die konijnenoren. Nou ja, slagschaduw. Je ziet een schaduw. Maar dat is natuurlijk wel heel natuurlijk. Ja. Het daglicht zou dat zo'n schaduw ook maken. Zo'n schaduw is eronder. Wat wij natuurlijk doen, we zijn natuurlijk zo gewend aan die flitsfoto's vanuit de zijkant, dat je dat, dan krijg je dat niet. Maar er hoort in feite een soort schaduw onder het onderwerp te zitten. Ja, dat is redelijk natuurlijk. Ja. Mijn foto die ik gedeeld heb van het gezicht. Dit is denk ik wat veel mensen ook hebben, denk ik, als je redelijk zo'n hotspot aan de zijkant. Aan de zijkant. Nou, je ziet dat hoeveel zweefvel dat erin zit. Ja. Is dezelfde duik. Heb ik gewoon een flitser. Je ziet het nou aan de rechterkant niet. Helemaal niks. Nee, aan de rechterkant zie je dus helemaal geen zweefvuil. Hè? Nee, waarschijnlijk stond daar mijn flitser niet helemaal lekker. Ik heb toen heb ik eigenlijk de konijnenoren recht van voren met lichtjes naar beneden toe geplaatst. Ja. Nou, dan krijg je eigenlijk dit effect.
Ja. Weet ik niet of dat dit nou de goede optie is. Nee. Je ziet ook nog steeds ontzettend veel zweefvel. En ja. Toen heb ik ze met dezelfde intentie licht heb ik ze naar boven toe geplaatst. En dan krijg je dit. Ja. Ja, en het is ook heel duidelijk dat je, omdat je nu zo'n lange lichtweg hebt, wordt het ook weer groen. Ja. En dat gebeurt ook bij mijn foto's. En dan, ik moet ze dus altijd wel een beetje kleur corrigeren. Ik moet dat groen. Krijgt bij wijze van spreken ongeveer die lichtweg is van de flitsers naar het onderwerp en weer terug. Dan heb je wel een lichtweg van 1 meter of 3. Dus daar zit 3 meter groen water tussen. Dan wordt het weer een beetje groen. Dus je moet ze ook altijd een beetje corrigeren. Dat zijn met die foto's die ik heb laten zien ook gedaan. Dus als je dit weer gewoon een klein beetje het groen eruit zou halen, dan krijg je dat hele natuurlijke. Ja, maar ja, dit waren echt. Die heb ik deze 3 bewust geschoten om het idee te laten zien. Precies. Precies goed voorbeeld ervan. Hey, Mon, had je dit ook gedaan met een fisheye lens of een ander type lens? Misschien leuk is, om voor de kijkers even uit te leggen. Sorry. Dit is met een fisheye lens. Ja, oké. Okay. Ja. 8 mm fisheye. En daarom zie je ook duidelijk op deze foto hier aan de linkerkant echt die hele witte bal. Omdat ook je diagonaal van je groothoek, die zit daar ook. En wat ik vaak tijdens mijn cursus ook zeg, wat Ron net aangaf, zeker als je hem in de portretstand zet. Ja, je hebt die sunshades, je beeldhoek is diagonaal 180 graden. Ja, gebruik die sunshades eigenlijk als hulpmiddel om die vlekken niet in je beeld te krijgen. Ja. Wat je vaak in Nederland ziet, is dat je... Je onderwerpje zit vaak heel dichtbij, dus binnen die halve meter. Wat er daarachter zit, ja, daar zie je vaak niet. Behalve dan die foto waar we van Ron die we net zagen. Dus in Nederland zou ik zeker niet adviseren om die flitsers heel breed uit te zetten. We hebben het nu dan met slecht zicht, maar ook met groot zicht, of met goed zicht, laat ik het zo zeggen. En grote hoek zou ik ze niet heel wijd uitzetten. Omdat je dan het deel ook probeert te belichten wat je in Nederland eigenlijk toch niet ziet. Of vaak te donker is. Hou ze wat dichterbij. Maar draai ze bijvoorbeeld naar minimale kracht. Waardoor dat je echt gewoon een hele mooie, hele lage lichtopbrengst eigenlijk hebt. Maar wel je onderwerp gewoon vooraan belicht hebt. Raymond? Ja. Er wordt gevraagd hoe lang jouw armen dan zijn. Ik heb twee segmenten armen. En die zijn elk... Nou, ik denk 25 centimeter. Ja, het zijn de medium armen van Inon. Dus even uit mijn hoofd zijn die volgens mij 25 centimeter. Nou, er zit een klemmetje tussen. Dus ik denk alles bij elkaar dat het 60 centimeter de ene kant en 60 centimeter de andere kant. Ja, dus dat is voor de Nederland is dat meer dan voldoende. In tropisch blauw water in het buitenland zou je nog wel eens kunnen zeggen van dan wil ik ze wat breder hebben juist. Omdat daar wel dus belangrijk is dat je flitslicht wel ver achter je onderwerpje komt. Omdat daar vaak ook nog koralen staan die mooi van kleur zijn. En hou daar ook rekening mee dat wat Ron net uitlegde is het licht gaat 1,5 meter die kant op en 1,5 meter terug. Ja, dat is 3 meter. Dan zitten er de kleuren nog wel in. Maar bij 2,5 meter gaan de kleuren er toch al gauw uit. Dus, veel dingen veel verder als 2,5 meter belichten heeft eigenlijk gewoon helemaal geen zin. Sorry, verlichten rond, sorry. Ja verlichten, anders krijgen we strafpunten, Raymond, oppassen. Ja, sorry. Maar de flitsposities, jij legt het inderdaad goed uit, Raymond. En kijk, het is wat mij betreft, maar dat is gewoon puur mijn ervaring ook, afhankelijk van de afstand tot je onderwerp. En we hebben nu een aantal foto's laten zien, Ron en Raymond, van mijne valt dan ook onder grote, maar was dan geen fisheye. Maar ja, hoe dichterbij je op je onderwerp zit, hoe dichterbij je ook dan je flitsers wil hebben in zo'n situatie. Wat jij zei, verder weg wil je ze wat breder en dichterbij wil je ze wat dichter bij je huis hebben. Althans, dat is ook mijn ervaring, dat werkt goed. Zowel voor groothoekfoto's met dome, met diffusers. Sorry, niet met dome. Dome diffuser hoeft niet per se, maar gewoon diffusers ook prima. Maar ja, je kunt natuurlijk ook met snoets werken in groothoek situaties, net zo goed. En dan krijgen we dat, dus dan misschien een bruggetje straks naar het creatieve. Flitsposities niet alleen maar van waar plaats ik mijn positie, maar ja, wanneer gebruik ik welke positie in welke situatie en wat voor plaatje wil ik krijgen, hè? Daar zijn zoveel varianten in te verzinnen, denk ik.
en allerlei hulpstukjes met snoets, geen snoets, dunne snoets, brede snoets. Nee, maar, als je, dat is een ander onderwerp. Als je je onderwerp heel dicht voor je lens hebt, ja, dan zet je inderdaad ook je flitsers veel dichterbij. Maar ook nog, ik poes het dan ook nog wel naar buiten toe gericht, maar ja, veel dichterbij de lens. Ik noem het dan mouse ears. Oh ja, mouse ears. Heb je een plaatje, Ron? Ja. Dat moet ik even opzoeken. Ja, zoek jij eens even op. Ja, ik zal de mouse ears even opzoeken. Ja, en qua flitsposities, qua macro, want dat is natuurlijk ook in Nederland gewoon echt heel veel. We hebben het nu eigenlijk alleen over groothoek gehad. Macro werk ik heel veel met snoets. Zeker in Nederland. Nederland is een heel geschikt land om met snoets te werken. En zeker ook om zweefvuil minder te belichten, laat ik het zo zeggen. Om te verlichten. Maar dan heb ik niet een vaste stand staan hoe dat mijn flitsers staan. Dan werk ik vaak maar met één flitser. Die heb ik eigenlijk gewoon bijna los in mijn hand. En ben ik met de andere hand aan het fotograferen. Ja, dan kom je handen tekort, Raymond. Ja, nou inderdaad. Nee, wat ik dan vaak doe, is natuurlijk als je gewoon hobbymatig een duikje gaat doen. Tenminste, het is altijd hobbymatig, maar als je geen wedstrijd. Niet voor de wedstrijd bezig bent, dan ben je gewoon lekker op je gemakje. Ben ik met de wedstrijd bezig, dan zorg ik er eigenlijk altijd wel voor dat ik een buddy bij heb. Die mijn flitser dus vast kan houden en dus twee paar armen extra. Ja. Ik heb de wat voorbereiding. Ja. Heb je wat, Ron? Ja, de mouse ears. Ja, precies. En dat is gewoon als je inderdaad ook zelfs met groothoek en dan omdat je onderwerp zo dichtbij zit en dan toch een beetje naar buiten toe gericht om te voorkomen dat er toch het zweefvuil dat er tussen je onderwerp en je lens dat geen licht ontvangt, maar ze moeten wel inderdaad zo. Dat is daarbij noemen we close focus wide angle opnames. Dit is echt een positie die voor mij heel erg goed werkt in combinatie met groothoek. En zeker ook als je hem in portretstand zet, gebruik ik die zonnekappen heel erg goed. Ja, maar ja, ik wil vanuit deze positie ook nog wel eens snoets gebruiken. Precies. Ja, dat kan ook zeker. Kijk, ik heb hier een snoet, die zo makkelijk weg kan klappen. Maar er zit een grote opening in. Ja. Die vergroothoek, als jij een anjeliertje hebt die op een met één flitser de hele bol aanlicht en deze erop zet om alleen dat anjeliertje eruit te laten schieten, ja, dat is perfect. Ja. Ik heb precies die snoet, Raymond, vorig jaar in diezelfde duik. Dus ik, als het goed is, zien jullie nu een sepia in portretstand. Ja. Is met die snoet gemaakt. Eén flitser, van bovenaf aangelicht. Zorgen dat je niet te veel zweefvuil er bovenin krijgt. Dat kan wel eens gebeuren. Maar precies, dit is dezelfde duik. Andere instellingen weliswaar natuurlijk. Maar ik vind dat vind ik ook het voordeel en het leuke eraan. Zeker als je, of dit nou een fisheye lens was geweest of niet. In dit geval niet. En je neemt een flitser mee met een flip snoet. En die ook daadwerkelijk helemaal kan wegklappen. Ja, dan kun je allebei de soorten foto's maken. En dat maakt het ook leuk om dan in één duik. Ja, niet alleen verschillende flitsposities, maar ook het licht uit je flitser goed te gebruiken. En dit is portret van bovenaf belicht, maar eigenlijk niet veel anders dan die foto die ik eerder liet zien. Deze, maar dan met andere instellingen uiteraard. Dat vind ik altijd leuke dingen om daarmee te experimenteren. En inderdaad, zo'n flipsnoet, dat werkt extra leuk. Vind ik leuk om te doen. Kan ik even de stoetpositie laten zien? Kijk. Ja, laat me zien. Kijk. Het is ook gewoon met groothoek en dan, dan belicht je alleen je onderwerp en de achtergrond. Ja, als het heel donker is, dan wordt je achtergrond zwart. Hè, maar stel dat het overdag is, dan wordt de achtergrond gewoon heel mooi groen. Zo mooi groen als achter jou, als die hangcultuur in de tropen wordt het dan mooi blauw. Je krijgt dan een goede afscheiding tussen het gekleurde onderwerp en de blauwe of de groene achtergrond. Ja, klopt. Ja.
Ja, ik heb deze opstelling, Ron, als we het daarover hebben, ook voor macro, als we bijvoorbeeld CPO-la's gaan fotograferen. Ja. Vaak als ze gewoon vrij zwemmen in het water, is dat ik inderdaad, ja, mijn flitsers gewoon haaks of een beetje schuin naar voren toe om de bundel wat groter te maken eigenlijk. En dan niet te veel zweefvuil. Om dan zeker bij een nakduik CPO-last te fotograferen. Ja. Daar kan ik misschien nog een, heb ik ook nog wel een leuk voorbeeldje van. Even kijken. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Om met zeker met die snoets en wat kleinere gaatjes. De beestjes als CPO-last te fotograferen. Even kijken. Ron, het laatste voorbeeld. Dan ja, het laatste voorbeeldje. Ja. Even kijken. Nou ja. Ja, dit is ook, dit is dan zeg maar, dat heb ik met mijn gewone flitsers. En daar vond ik dat het onderwerp niet mooi los van zijn achtergrond kwam. En ik wilde het meer. En toen heb ik mijn snoets erop gezet. En toen kwam het er zo uit te zien. Ja. Doordat het licht gewoon nu kruislinks, en dan valt het licht niet op de achtergrond. Ja, je ziet hoe groot het verschil is. Dus dit was het probleem. Ik bedoel, ja, het onderwerp, het ging mij om dat mooie stukje, dat mooie formatie van die zakpijpen. Maar de achtergrond verpestte het. Ja, en de snoets erop. Ja, dat is een perfect voorbeeld van hoe dat op je foto of effect dat heeft. Ja, absoluut. En zo komen ze er heel mooi uit. Moeten wij over naar de foto's van de deelnemers? Nee, Ron, niet zo snel. Nee, maar niet waarlijk. Inmiddels zijn er ook de nodige vragen binnengekomen. Hoe positioneer jij je flits als je een flitser en een videolamp gebruikt? Wie is de vraag? Wie wil hem beantwoorden? Ik heb hem niet helemaal goed verstaan, eerlijk gezegd. Nou, als je een videolamp en een flitser gebruikt, hoe positioneer je dat? Goeie. Ik zou eigenlijk willen vragen van waarom zou je een videolamp en een flitser willen gebruiken? Omdat je die waarschijnlijk heeft en niks anders. Ja, dat snap ik wel. Maar dan zou ik willen adviseren, zet in eerste instantie die videolamp eens uit. En ga daar dan experimenteren. En dan is dat voorbeeld wat nu nog in beeld is, als het goed is, nog steeds van toepassing. En de foto's die ik net liet zien van de sepia, maar ook die hier in Mon liet zien, om daarmee te experimenteren. Het nadeel van een videolamp is dat het een continue lichtbron is en dus van invloed is op de sluitertijd die je kiest. Dus ik zou, ja, het is misschien niet het antwoord waar de persoon naar zoekt, maar ik zou de videolamp uitlaten. Nou, ik heb er wel eens mee te maken gehad. Ik heb er ook wel eens goed over nagedacht. Het is heel erg afhankelijk van wat voor foto je maakt. Of je een macrofoto maakt of dat je een groothoek. Het verschil in lichthoeveelheid van een flitser is natuurlijk enorm groot. En als je daar bij wijze van spreken een groothoeksituatie wil uitlichten, ja, dan zal de flitser een invloed hebben. En van de videolamp zul je waarschijnlijk niks meer merken, want die geeft dan zo weinig licht. Maar ga je bijvoorbeeld heel dichtbij, maak je bijvoorbeeld macro-opname, ja, dan gebruik je de flits maar minimaal, zeg maar op zijn kleinste stand. En die videolamp die heeft dan wel degelijk invloed. En die kan dan op dat moment zijn situaties waarbij het videolicht evenveel licht kan geven als de flits. Maar het is absoluut geen ideale combinatie. Want het is per situatie verschillend. Dus je kunt er niet van. Je moet wel heel erg goed weten wat je doet. Wil je bijvoorbeeld met een videolamp en een flitser fotograferen. Raymond, wat denk jij? Ja, mijn advies is voor foto gebruik een flitser. Voor video zet je flitser uit en zet die lamp aan. Wat eigenlijk iedereen al heeft gezegd, René ook. De videolamp belicht de gehele duur van jouw sluitertijd, jouw onderwerp. Dus de kans op bewegingsonscherpte door jou of door het beestje wat beweegt, ja, dat is super groot.
Ja, maar je kan hem met een snelle sluitertijd kun je dus dat videolicht kun je dus precies ja, dat klopt, temperen. Met een snelle sluitertijd heb je heel weinig licht van de videolamp en met een lange sluitertijd heb je veel licht van de video. Maar in elke camera kan je de sluitertijd instellen. Dat is waar, maar als je dit wel hebt, dan kun je er wat mee doen. Maar dat zei ik al, het is ingewikkeld. Hè. Ook dit heeft er ook mee te maken, die sluitertijd die dan invloed heeft op je videolamp en niet op je flitser. Dus dan, ja, dat maakt het heel erg moeilijk, dus het is absoluut geen aanrader. Het kan, maar dan moet je heel erg goed weten wat je doet. Heren, de volgende vraag. Als je je dome bijna tegen het onderwerp aan hebt, hoe krijg je het licht dan op het onderwerp? Bij de vraagsteller valt het licht eigenlijk steeds in de schaduw van de dome. Nou, de dome maakt een schaduw doordat het licht erop valt. Ja, oké, ik snap hem. Ja, dat betekent ook dat het flitslicht te ver achter de domepoort staat en het onderwerp dus te dicht op de dome. Je zou toch een klein beetje moeten schipperen. Niet te veel, maar die balans zoeken. Want ik heb het ook wel eens. En dan zie je inderdaad onderin in zandsituaties of op rifjes. Ja, dan zie je een keiharde rand van je domepoort. Ja, daar ben je gewoon te dichtbij. En dan moet je goed gaan kijken of je die flitser iets naar voren kunt brengen. Of iets meer van boven. Zodat het net, maar dan ook echt net langs de domepoort. Hè, langs die schaduw. Hoe noem jij ze ook weer, Raymond? De zonnekleppen, zeg maar. Ja, die shades. Ja, en dan, ja, dat is lastig uitleggen, maar het komt heel nauw. Dus het is net iets verder ervan af. En misschien de flitser iets meer naar voren. Kijk, anders alweer. Nou ja, als je het niet erg vindt om mooi strijklicht te hebben, dan kun je je flitsers natuurlijk ook gewoon naast je flitsen. En je kunt zelfs. Ja. Het zal een harde verlichting zijn, maar dit kan heel erg mooi zijn. Ik heb hier echt hele mooie voorbeeldjes van gekregen. Dus, het is een beetje erg afhankelijk van je onderwerp. Maar wat ik zou adviseren, zeker als je fisheye hebt en je zit dermate dicht bij je onderwerp, is dat gebruik dus die beeldhoek. Waar we het net over hadden, is dat de beeldhoek is van links naar rechts 180 graden en vaak diagonaal. Maar zet je flitser dan bijvoorbeeld, wat voor mij heel erg goed werkt, gewoon net één flitser net boven de dome. En laat hem heel zachtjes inflitsen. Doordat hij net boven de dome staat, valt die witte bal eigenlijk, die je vaak ziet op foto's, als je hem aan de zijkant zet, die valt weg. Laat hem heel zachtjes inflitsen. Dan heb je eigenlijk die rabbit of die mouse eerst, maar dan een beetje aan de bovenkant. En ja, dan kun je proberen met één of met twee flitsers. Kijk, en als je hem in portretstand zet, dus als je camera een kwartslag draait. En dan heb je zelfs nog twee shades die je daarvoor kan gebruiken. Ja. En wat ook helpt, is niet alleen het afstand, maar een klein beetje de camera kantelen. Hè? Dus iets meer van het water boven je. Daar creëer je ook een klein beetje een ruimte. Hoef je hem niet eens naar achteren te halen, maar te kantelen. Dat creëert al iets ruimte boven waar het licht wat makkelijker doorheen valt. Dat is mijn ervaring. Dan moet ik zeggen, ik heb het niet altijd, maar zelf maak ik ook wel eens die fout. Als je zo dicht op je onderwerp zit. Bedoel jij dit, Bremen? Ja, precies. Dit, ja. Ja, dus gewoon vlak boven je dome met een... Ja. Precies, ja. Nou zit je er hier nog wel redelijk wat vanaf. Ja, maar goed. Als die vis dichterbij zitten, dan zou ook het licht wel op de vis terechtkomen. Ja. Denk ik. Ja. Er is geen dode hoek eigenlijk. Nee. Wat mijn advies eigenlijk is van neem net even wat meer afstand. Laat het onderwerpje wat meer in zijn omgeving. Dat heeft niks met flitsposities te maken, maar als je zo dicht erop zit dat je zelfs schaduw krijgt van je eigen dome, neem net iets wat meer afstand, waardoor dat je het onderwerpje wat meer in zijn omgeving zet. Ik ben erachter gekomen dat dat net even wat mooiere foto's geeft, dat je hem in een omgeving plaatst, een onderwerpje. Okay. Ik heb ook wel eens close focus wide angle en toen heb ik die sunshade heb ik eraf gehaald. Ja. Ja, dat kan niet altijd. Dat is nadeel. Nee, dat kon niet. Maar bij mij kon dat. Die zet met vier schroefjes vast en die heb ik er toen afgehaald. Dat is wel heel erg. En dat was voor close focus wide angle. Ja, daar kon ik ook aan de onderkant. Had ik ook, want daar schepte ik dan wel eens zand mee. Dat had ik dan ook heel ja. Sorry. Het is wel beschavingsgevoelig dan. Ja, nee, ja. Zeker. Ik, ja, nee, het is, dat heb je groot geld kosten.
Yes. Ja. We gaan dit onderwerp stoppen. Er zijn voor alle kijkers, er zijn nog veel meer vragen binnengekomen. Maar onmogelijk om het allemaal hier te bespreken. Achteraf zullen Ron, Raymond en René overal nog doorheen lopen. Dus of er komt een antwoord via de Facebookpagina's op YouTube. Of later, op een later moment op Duik in Beeld. Maar antwoord komt er. We hebben een hele hoop foto's binnengekregen van fotografen die heel graag een tip wilden hebben voor hun foto. Wie mag ik het woord geven van jullie? Ja, ik zal even de... Ron gaat ze erbij zoeken. Ja, ik zal erbij. Ja. René of Raymond, willen jullie iets... Ja, de eerste was, de foto was van Leendert Smit en Raymond zou daar iets... Ja. Nou, dit zijn onderwerpen die zich perfect lenen voor fotograferen met een snoet. En de vraag was eigenlijk, want had er een klein begeleidend schrijver bij, hoe dat hij zijn flitspositie moest zetten om ook nog het zweefvel eruit te halen. Dat is lastig, Leendert. Dan moet je echt, er is geen ingrediënt dat ik zeg van nou, je moet het zo of zo doen om die zweefveldeeltjes eruit te halen. Dan moet je echt naar een positie gaan zoeken. Ga je flitsers van allerlei kanten proberen wat voor jou het makkelijkste werkt. Maar hou er rekening mee, je duikt in water waar zweefvel in zit. Als je ze gaat belichten met een snoet, heb je een bundel licht die eruit komt, waar ook zweefveldeeltjes in zitten. Dus ook met een snoet, het is geen wondermiddel. Je gaat die zweefveldeeltjes gewoon belichten. Ook ik heb dat. Ik heb ooit een foto gemaakt. Die kan ik je laten zien. Dan moeten we de rest uit. Laten we achterwege dan. Dat is nu wel. Ik zal hem laten zien. Die heb ik gefotografeerd voor het Nederlands kampioenschap. In 2018, meen ik even uit mijn hoofd. En daar heb ik geprobeerd om zo min mogelijk zweefvel te fotograferen. Maar je ziet het. Zien jullie hem? Ja. Ja. Ook hier zitten de zweefveldeeltjes in. Het is gewoon onmogelijk om als er in water zweefvel zit, om die niet te belichten. Het enige voordeel is, als je ze er echt uit wil hebben, ze zijn vaak wat geïsoleerd in de zwarte achtergrond, waardoor je ze met Photoshop, als je het echt wil, ze er heel makkelijk uit kunt. Ja, dus dat is eigenlijk mijn tip voor de fotograaf. Is dat die... dat je gewoon... ik moet gaan kijken wat voor jou de beste stand is van je flitsers. Ja. Volgende. Deze foto is van Elisa Lemmers. René, wat... Ik zie hem inderdaad. Het zijn visjes. Ik ben niet bekend met de zorg, maakt even niet uit, maar het is een school vissen. We kennen allemaal foto's van scholen met vis. Meestal prominent in beeld, goed zichtbaar. Nou, dat is in deze foto niet. Het is een contrastloze foto. Ik denk, maar ik weet natuurlijk de situatie niet, maar toch een combinatie van... wat minder zicht ergens in een mooi tropisch oord, maar toch wat minder zicht. En afstand, daardoor zie je tussen je onderwerp en de lens wat diffuser licht eigenlijk. En ik denk dat dat te maken heeft met een te grote afstand. Aan de hand van de foto kan ik natuurlijk ook niet zien of er wel of niet geflitst is. Het lijkt van niet. En het zou mooier zijn, ik weet ook niet of het kan, maar probeer wat dichterbij te gaan, zodat in ieder geval de waterkolom tussen... tussen de vissen, in dit geval het schooltje, en jezelf kleiner is. Het kan niet altijd. Vissen willen nu helemaal lekker zwemmen. Zeker in scholen. Maar ik denk dat dat hier de tip al is. Zoek de vissen op of probeer ze uit te vogelen. Wat voor positie dat ze over een minuutje zijn. Even zwemmen ze echt van je weg. Ja, dan houdt het op. Maar probeer het dan een andere keer. Maar ik denk dat... Ik zou zeggen, probeer echt dichterbij te gaan. Nou, dan krijg je meer contrast. Meer kleur in de foto. Omdat de vissen dan zichtbaarder zijn. Nu kijk je eigenlijk naar een foto waarbij je goed moet kijken naar waar je kijkt. En dat is zonde. Dus er is er wat uit te halen met Photoshop. Hè, wat meer ik ben zo vrij geweest om... Ja, dat weet ik. een klein beetje, wat meer contrast erin te gooien. En een beetje de kleur te corrigeren.
Neemt niet weg dat het natuurlijk veel mooier was geweest als ze inderdaad gelegenheid had gehad om dichterbij. Maar dat, ja, wellicht is dat niet mogelijk. En als het dan toch bij wijze dat je denkt van nou, ik vind het ja, toch een hele leuke situatie en ik wil daar het uiterste van hebben, ja, dan kun je hem een beetje bewerken. Dit is geen rocket science, gewoon het contrast iets verhogen en een beetje kleur corrigeren. En nou, binnen een half minuut kun je dat gedaan hebben. Ja, precies. René, je zou ook nog iets over deze foto van Davy Callard. Ja, en C-dahlia, een van de bekende, denk ik, bij de Kerkweg, vermoed ik. Op zich leuk in beeld. Ik vind hem wat plat. Hè. De foto is wat mist eigenlijk diepte. Kijk, als je echt gaat voor het fotograferen van de C-dahlia, nou ja, dan is hij geslaagd. Hè. Het staat erop. Mis aan de bovenkant dan volgens mij wel net een stukje tentakel, als het dan toch moet. Perfectionistisch moet of mag zijn. Maar ik zou denk ik bij zo'n foto proberen een iets andere hoek te kiezen, zodat je wat meer over de dahlia heen kijkt. Dus ofwel van links, hè, meer naar rechts. Dus dat je ook een soort contrast krijgt door die tentakels en met je flitser, want er is ja, duidelijk geflitst. Ook wat meer, nog wat meer kleur erin krijgen. Het is nu een heel centraal beeld, een platte pannenkoek, wat dan in dit geval een zeedahlia is. Maar door de camera en jezelf uiteraard een beetje te bewegen van links naar rechts. En even te kijken, ja, goh, wat voor hoeken krijg ik? Kun je volgens mij een veel interessantere foto krijgen. En ik vind hem, qua kleur zou ik ook even op de witbalans letten. Ik was toch bezig, dus toen heb ik deze ook. Ja, goed zo. Zie je? Dus je ziet dat de vorige foto is te warm. Hè? Er zitten te veel rood tint in. Dus deze is wat koeler gemaakt. Waardoor het wit ook wit is. Ik denk dat die vorige foto met een videolamp is gemaakt. Zou ook kunnen, ja. Maar dan nog kun je witbalans daarop corrigeren. Ja, absoluut, absoluut. Maar die geven vaak een wat warmer licht. Ja. Maar je ziet het veel, hoor. Even los van deze foto. Ik zie vaak op Facebook foto's voorbij komen, of waar dan ook. Enthousiaste delende mensen, dat is heel leuk. Maar het is echt zonde. Althans, ja, ik vind het zonde. Als je veel te rode, of soms ook veel te blauwe, de andere kant komt ook voor je foto's in. Maar in dit geval vind ik die kleur niet zo storend, maar vooral de positie ten opzichte van de dahlia. Het is te veel eigenlijk vanuit een soort helikopterview genomen. Ik weet dat die schuin staat en bijna verticaal, maar er komt straks nog een C-dahlia vanuit een hele andere positie. Ja, over zeggen. Ik heb ook nog drie foto's van Rob in het hout opgestuurd gekregen. Met ook een begeleidend schrijven. En zijn probleem was van ik heb wel wat moeite met de foto's, dat ik niet vind dat het onderwerp loskomt van de achtergrond. Dat is waarschijnlijk ook te wijten aan de omstandigheden ik dacht eerst dat het in Lembe Street was, maar volgens mij, René, jij vertelde geloof ik dat dit de Filipijnen, je kende hem geloof ik. Dat zal ongeveer een soortgelijke situatie zijn. Die bodem is ontzettend steentjes en kleurtjes. Je moet proberen te voorkomen om het onderwerp van bovenaf te fotograferen. Dat is eigenlijk ook zelfs in Zeeland. De bodem is een slechte achtergrond. Probeer vanuit een lager standpunt te fotograferen. Op gelijke hoogte. Probeer op gelijke hoogte te komen als dat kan. Dan wordt in ieder geval de achtergrond is verder weg. Dan wordt die blauwer. Ik heb een soortgelijke situatie gehad in de Lembe Street van ongeveer. En daar ben ik ook zo'n soort octopus, een andere soort. Maar daar ben ik echt veel lager gegaan, zodat je naar de afstand van het onderwerp tot naar de bodem, of dat is in ieder geval, dat wordt verder weg. En dat kun je met je scherpte, diepte, krijg je in ieder geval dat het onderwerp mooier loskomt van het onderwerp. Dat geldt ook bij deze foto. Dat heb ik ook een beetje hier ook gewoon geprobeerd om op gelijke hoogte te komen. Een portret fotografeer je ook niet vanaf een trap, hè, zeg maar. Dus als je een portret boven water fotografeert, dan ben je ook op gelijke hoogte. Ja, deze vis, ja, dat is natuurlijk ook ontzettend. Het zijn natuurlijk niet voor niks. Die beesten hebben schutkleuren, die willen niet opvallen. En zo'n hairy frogfish. Maar als je hem bijvoorbeeld.
als je hem op gelijke hoogte fotografeert, is het toch altijd leuker, heb je ook meer contact met het beest. Dus ik denk dat je grootste probleem is je positie ten opzichte van je onderwerp. En soms kan het is wel eens lastig. Je wil natuurlijk niet op de bodem gaan liggen, omdat je wil de bodem niet verstoren en het kan gevaarlijk zijn. En een hele goede oplossing daarvoor is een hoekzoeker. Zodat je wat boven in de camera kijkt, dan kan je dus eigenlijk zelf gewoon boven het onderwerp hangen en dan kan je je camera van boven, min of meer schuin van boven in je camera kijken en dan kun je prachtig horizontaal foto's maken. Wilde jij zeggen, Raymond? Jij stak je vinger op. Ja, nou eigenlijk bij die vorige foto's, die zijn gemaakt, ik denk in Anilau. En eigenlijk, ja, Ron die zei het al, het zijn alle drie beesten, diertjes die meester zijn in verbergen van zichzelf. Die schutkleuren. En zeker ook inderdaad bij deze positie, alle drie een beetje divers view, meer van boven toe. Ja, dan, dat is eigenlijk wat ze willen, is niet opvallen. Ja, en dat is blijkbaar goed gelukt. Die wonderpus, nou ja, goed, ik heb er ook een keer bij gelegen in de Filipijnen, dat de gids hem aanwijst. Ik zie hem gewoon niet. Omdat hij dus helemaal wegvalt in de achtergrond. Dus ja, wil je hem inderdaad opvallen, is wat Ron zegt, ga net even wat lager met je camera, waardoor dat die minder in de achtergrond opgaat. Ja. René, deze foto is de laatste foto van deze eerste van Mieke Noordanus. Een C-dahlia op je wens, vanuit een andere positie, dan niet van bovenaf. Ja, een totaal andere lens natuurlijk. Ja, ja. Ik heb hem al ooit alles eerder gezien op haar tijdlijn op Facebook. Dus dit is duidelijk met een Olympus camera en de 8mm fisheye, dat merk laat ik achterwege. Maar ja, een mooie foto in de zin van, hier hou ik van, staand. Hè, dat vind ik, ja, dat heeft een pre bij mij. En in dit geval leent zich er ook voor je, die diagonaal in de lijn van links naar rechtsboven. Het zonnetje zit niet helemaal rechts in de hoek, of dan ook niet per se. En de dahlia komt los van de achtergrond. Je hebt hier duidelijk, de details zie je ook heel goed in het wateroppervlak. Dat vind ik mooi. Contrasterende kleuren daardoor. Het enige wat ik denk ik dan toch nog een beetje mis, of misschien, nou ja, niet mis. Ik vind de verlichting, moet ik het goed zeggen, Ron, iets te vlak aan de onderkant. Hè? Dus de dahlia en de oesters. Ik denk, als je hier met een brede snoet die Raymond liet zien in het begin, dus wat is het, 60 mm ongeveer, Raymond, ik weet het niet precies. Ja. Die, precies die. Ja. Zoiets. En van een wat meer afstand, dat je net even iets meer, zeg maar, het onderwerp wat hier de dahlia is, isoleert. En dan valt er wat minder licht op die, hoe zeg je dat, die schelp van die oester rechts. En links waarschijnlijk ook. Ja, spreekt de foto me zeker aan. Ik denk dat als je nog een klein beetje jezelf naar links zou positioneren, dat je misschien het mondje ook nog even meeneemt. En iets minder de mantel. Hoewel die natuurlijk ook leuk is om naar te kijken. Maar ja, goed, dat is heel smaakgevoelig. Hè? Uiteindelijk is de belichting goed, denk ik. Het zonnetje is niet uitgebeten. Het flitslicht is oké. Goed, in de zin van de goede hoeveelheid. Alleen ik zou misschien denk ik iets meer de dahlia, nou, nog meer los van de voorgrond in dit geval door wellicht een snoet te gebruiken. Maar goed. Ja. En persoonlijk, mezelf, een heel klein puntje van kritiek, want ik vind het echt wel een mooie foto, qua kleuren die erin zit, is dat ik hem net iets meer in de rechter onderhoek zou zetten. Ja, inderdaad. Ja, goeie. Iets te centraal eigenlijk nog. Ja, er zit een soort diagonaal in. Als die diagonaal helemaal inderdaad doorloopt in die krans, naar de rechterbovenhoek, zou het misschien het mooiste zijn. Ja. Ja. Oké, dit was de laatste foto die we wilden bespreken van het eerste setje. We hebben nog een tweede setje, maar ik geloof dat Linda, we gingen nu eerst naar het volgende onderwerp. Ja, we gaan eerst naar het volgende onderwerp. Na dit onderwerp gaan we nog een aantal foto's bespreken. Het volgende onderwerp is creativiteit. Dat is natuurlijk een heel ruim begrip en dat kan op heel veel verschillende manieren ingevuld worden. Maar Raymond, hoe breng je nou een wauwfactor in je foto? Dat is lastig. Ik heb afgelopen duik vaker natuurlijk bij de thematafels ook een presentatie gegeven over het feit van hoe krijg je nou de wauwfactor in je foto. En dat heeft
Eigenlijk bij het in elkaar zetten van de presentatie heeft me doen beseffen is dat je een andere foto moet maken als die mensen vaak al gezien hebben. Ik liet toen foto's zien van een anemoonvisje, een knaloranje in een groenige anemoon. Ja, heeft dat de wouwfactor? Ja, er stond eigenlijk iedereen een beetje van, ja, het is wel een mooie foto, maar het heeft niet echt de wouwfactor. Ja, waarom niet? Omdat ze hem al een keer vaker hebben gezien. Liet ik een foto zien van eenzelfde onderwerp. Was dan geen anemoonvisje, maar van een paardenanemoon bijvoorbeeld. Of een goudkokerworm, die heel anders belicht was. Hetzelfde onderwerp, ja, dat was wel een wouwfactor. En dat is eigenlijk waar ik me een beetje op gespecialiseerd heb, is die wouwfactorfoto erin krijgen door middel van mijn creativiteit en het belichten van mijn onderwerp. En ik doe dat heel veel met een snoet. Dat is deze snoet die ik erop heb staan, die een heel precies puntgericht plaatje geeft, eigenlijk een verlichting geeft op mijn onderwerp, waardoor de rest volledig zwart blijft. En ik kan je bijvoorbeeld een foto laten zien waarmee ik die heb gemaakt. Is dat goed werk? Ja. Share. Jullie zien nu die dahlia die ik nu net ook laat zien, of paardenanemoon, sorry. Die heb ik bijvoorbeeld ook met deze snoet gemaakt. En waar Ron het net over had, is die strijklicht. Strijklichtopnames vind ik een van de mooiste manieren om je onderwerp te belichten. We hebben heel vaak al paardenanemonen voorbij zien komen op social media's, op wedstrijden en dergelijke. Maar eigenlijk nog nooit dat mensen hem zo belicht hadden. We hadden het net ook over dat zweefvel wat erin zit. Zelfs het zweefvel vind ik hier in de foto toevoegen op wat, hoe de foto eigenlijk is, dat hij hem nog buitenaardser maakt. Nou, als we naar zo'nzelfde paardenanemoon gaan kijken in creativiteit, dan kun je bijvoorbeeld bij deze, ook dit is met een paardenanemoon gedaan, ook weer met strijklicht, 90 graden vanaf de linkerkant belicht. Creativiteit hoeft niet altijd met belichting te zijn, voor mij in ieder geval althans, te spreken. Creativiteit kan ook met de keuze van de lens zijn, zoals bijvoorbeeld dit. Dit zijn van die barrel sponges, in de Filipijnen was dit. We hadden net een duik gemaakt bij de walvishaai. Nou, daar zet je groothoekfoto's, of je groothoeklens zet je erop. Daarna zouden we nog een duik doen. Ik had mijn macrolens niet bij, puur om het feit dat het maar op een klein bootje was en ik had er geen zin in om mijn lens te gaan wisselen. Nou goed, je duikt dan gewoon op het zand eigenlijk daar, met hier en daar wat koralen. Met een groothoeklens is dat niet ideaal. Ja, dus dan ben ik creatief aan de slag gegaan door lange sluitertijd. Dit is met 1/8 van een seconde aan de slag te gaan. En ja, dit is voor mij ook creativiteit. En zo heb ik er meerdere, zoals je deze ziet. Deze vind ik zelf enorm goed geslaagd voor een pauwkokerworm. Ook met strijklicht die er langs gaat. Ja. Wat je in Nederland heel veel ziet, de type lens die ik gebruikt heb. Ik heb een andere lens van Inon. Heb ik hiervoor gebruikt, waardoor ik extreem dicht op mijn onderwerp kan. Waardoor je toch weer een andere soort foto gaat krijgen als die je vaak al ziet. Ik merk dat heel erg de creativiteit triggert bij mensen. Nou. En jullie jongens, hebben jullie daar iets? Ron? Nou ja, het is inderdaad meestal als ik een cursus geef, dan heb ik natuurlijk een hele rits aan regeltjes van, ja goed, een foto moet dit, een foto moet goed belicht zijn, een foto moet mooi van licht zijn. En dan besluit ik meestal de cursus met van, ja, en creativiteit. Nou, dan vergeten we dus nu alles wat ik jullie verteld heb. En dan ga je dus eigenlijk, ja, bedoel, een foto die aan geen enkel regeltje voldoet. En toch mooi is, hè, het moet natuurlijk wel, dat is een creatieve foto.
En ja, goed, net wat jij ook net hebt laten zien. Ja, goed, dan zijn het misschien toch wel weer regeltjes, maar bijvoorbeeld die foto's van die lipliet, bijvoorbeeld uitzonderlijke standpunten. Ik heb natuurlijk, als je gezegd een foto een beest mooi los moet maken, dan moet je natuurlijk zelf, maar je kan natuurlijk ook heel gek, ik kan bijvoorbeeld hier even een foto laten zien. Ik zal even ja, wat voor mij ook in die presentatie, wat ik ook met het in elkaar zet van die presentatie zag, is dat je mindset onder water. Ik bedoel, we hebben allemaal, als we anemoonvisjes zien, is dat we die foto willen schieten dat die met zijn koppie uit die sliertjes van de anemoon komt. Ja. Maar daar hebben we er al zeg maar in een jaar tijd zie ik er 200 van voorbij komen. Ja. Uitzonderlijke standpunten bedoel ik ook. Anemoon inderdaad helemaal van bovenaf fotograferen en heel close. Soms kan je wel eens echt gewoon zo'n helle duik dat je denkt, nou, ik ga nu eens alles van bovenaf. Zelfs sepia's van bovenaf gefotografeerd. Zie je ook zelden. Dit is je mindset. Hier heb je onder water waarschijnlijk aan gedacht. Om het een keer anders te gaan doen en anders te doen. Nee, maar dat is natuurlijk creativiteit. Dat je denkt, oké, en meestal begin je er niet mee, maar je bent die sepia's aan het fotograferen. Dan denk je, ja, nu heb ik ze wel goed. Nu wil ik eigenlijk wel, wat kan ik nog meer doen? Dat is creativiteit. En denk, wat zou nou gek zijn? Ik ga er eens boven hangen, kijken wat er dan gebeurt. En dan komt er zoiets uit. En ja, dat zijn dan ook wel weer foto's waarvan ik zeg, ja, dit is voor mij wauw. Want ik vond, apart, uitzonderlijk. En zeker met sepia's, waar je natuurlijk al zoveel foto's van gezien hebt. En hoe maak je daarna nog eens een keertje wat anders van? Ja, dat is dan vaak toch een gek standpunt kiezen. En van onderaf, ja, dat wordt natuurlijk wel vaak. Of gewaagde uitsneden. Ik zeg dan ook van, doe eens gek, alles mag. Ja, dat past je wel, Ron. Echt? Ja, dat past je wel. Ja. Maar dan ga je de abstracte kant op, Ron. Dat is inderdaad ook een mooie factor. Maar met deze foto is natuurlijk, die is heel gek uitgesneden. Maar hier ben ik wel Nederlands kampioen toen mee geworden. Het werd dus op de een of andere manier dus toch wel gewaardeerd. Goed beschouwd klopt het niet. Is de uitsnede, hij is gewoon te krap uitgesneden. Maar toch op de een of andere manier heeft het wel wat. Ja, je kan er heel ver in gaan. Een oog in het midden met deze heb ik laatst gemaakt. Het is geen goede foto, want als je het biologisch gezien, ik heb wel eens met Peter van Bracht een cursus biologie gegeven. En toen zocht hij foto's van krabben, heb je die en die? Ja, heb ik. Hij vond het allemaal verschrikkelijk, helemaal niks die foto's. Want je zag dus niet de tandjes, je zag niet de pootjes. Creatief fotograferen en biologisch fotograferen, dat zijn twee totaal verschillende zaken. Jij zegt nu net van, het is geen goede foto, maar in principe is het misschien wel een goede foto. Wat is goed? Je vindt het leuk of je vindt het niet leuk? Ik ben hier toch een fotografeer. Ik vind ook wel creativiteit. Dus je laat heel wat dingen zien rond en dat is hartstikke goed. Maar soms is het ook. Creatief zijn kan wat mij betreft ook iets simpels zijn als van pak nou juist eens een keer een doodsaai onderwerp en ga daarmee aan de slag. Ja. Want we zien, jij zei het ook al Raymond, de clownvissen in het tropisch water, maar in Nederland zijn het wat mij betreft de gronden met eitjes. Ja, sorry, maar die komen me op een gegeven moment echt mijn neus uit. Ik snap het, maar het is ook allemaal hetzelfde. Maar dat is ook een dijk vorig jaar, trouwens, daar was je bij Raymond, met de tertjes en dan gewoon een keer een simpele oester, weet je wel. Ja. Gewoon kijk er eens langs en heel af en toe dan valt het gewoon op. En dan heb je gewoon van die hele grillige, hij staat niet eens open. Dus wat dat betreft zie je niet eens echt iets van de oester, maar puur die schelp. Dan denk ik, wat mij betreft, in combinatie dan met de manier van verlichten. Dan vind ik ook een manier van creatief bezig zijn. Hè. Creativiteit is niet mijn sterkste punt, dat blijf ik zeggen. Maar dit soort dingen,
daar ben je dan op een gegeven moment onder water wel mee bezig. Omdat je ja, misschien getriggerd wordt door een relatief saai landschap. En dan ga je nog eens goed kijken. En als je ook inderdaad ja, langs zo'n oester kijkt, dan zie je eigenlijk pas ja, wat voor een structuur zo'n oester kan hebben. En ja, ik denk, nou ja, dit vind ik ook creatief. Doe eens iets anders, maar dan op een heel, heel simpel onderwerp. Nou ja, en ja, ook het gebruik van dubbel exposure kun je daar bijvoorbeeld heel erg goed bij gebruiken. En dat zijn dan dingen die zijn misschien niet direct ja, het allerorigineelst. Daar hebben we ook al heel veel van gezien. Maar ja, het kan wel werken. En nou ja, vorig jaar deze dan ook gemaakt op het ONK. En ja, ik denk, nou, net laat ik eens een keer iets anders doen. Ook een hele rare positie. Het was dus een stalen pijp, helemaal begroeid met zeeanjelieren bij Anne Jacobopolder. Ja, en je zwemt daar overheen en denk, ja, wat moet ik daar nu mee? Dan ga ik dan close-up of zo? Of, ja, ik weet het niet. Ja, ja. Dan ben ik gewoon aan de slag gegaan en met, ook weer met snoets gewerkt dan in dit geval. En ja, dan ga je gewoon zoeken naar, naar iets geks. En uiteindelijk ben ik inderdaad, ook wat jij zei Ron, gewoon er letterlijk boven gaan hangen. En ik denk, hé, verrek, als ik mijn camera nu draai, dan krijg ik gewoon een lange, of in feite een staande foto, maar dan een sterke diagonaal erin. Nou ja, toen heb ik dan later het zonnetje daar nog in toegevoegd. Maar ik denk dat dat misschien niet eens had gehoeven. Maar op deze manier kun je ook ja, creatief zijn. Hè? Gewoon inderdaad op een andere manier kijken naar onderwerpen. Ja, hetzelfde geldt in de tropen. Ja, je kunt dingen denk ik ook gewoon met vaak met één flitser, één snoet, simpele tools. Even nadenken, volgend achtergrond. Dit is natuurlijk wel met een fisheye gemaakt. Kan misschien niet iedereen, maar moet het wel hebben. Ja, maar zo is creativiteit voor iedereen anders. Hè? De een gaat aan de slag met speciale lensjes of met filtertjes. Ander weer helemaal niet. Hè? Er is natuurlijk ook al jaren een trend, zijn die magic tubes. Ja, daar ben ik persoonlijk, ja, daar ben ik dan ook weer klaar mee. Is dat creatief? Ja, voor de een wel. En voor de ander ook niet meer, zeg ik dan maar even voorzichtig. Nee. Maar dat is natuurlijk, ja, creatief. Ja, is heel smaakgevoelig. Hè? Het heeft ook met stijl te maken, denk ik. Wat vind je mooi, wat vind je niet mooi? De een is meer aan de artistieke kant bezig, of vindt dat leuk. En de ander houdt toch meer van, daar schaar ik mezelf ook onder, denk ik. Iets meer meer het natuurfotografie. Maar wel met een twist, zeg maar, qua blikken. Maar als je creatief bezig bent, dan loop je het risico, en is het denk ik zelfs wel goed, dat er ook heel veel mensen je foto's dan niet mooi vinden. Ja, ja, klopt. Eigenlijk moet je de grens opzoeken. Ja, daarom. Dus ja, je moet ook wel eens gaan proberen dat je denkt van, ja, is het wel mooi, is het niet meer? En daar gewoon een beetje in experimenteren. En als een hoop mensen zeggen, nou, dit vind ik helemaal niks, dan ben je goed bezig. Dan moet, ja, je verder gaan. En dan moet je het wel durven delen ook. Hè? Dat is natuurlijk ook toch wel een factor die kan helpen. Deel het gewoon en je ziet vanzelf wel wat voor reacties opkomen. Ja, het begint ook soms met een idee. Ik heb toen ook een keertje heb ik gefotografeerd gewoon boven water voor een kunstenaar, Martijn de Groot. Ik kan het misschien even laten zien. Kijken. Share. Okay. Ja, dat even kijken. Oh, ja. Kijk het hele beeld. Dat is bovenwaterfotografie. Nee, dit is Martijn de Groot. Dat is die kunstenaar. Even kijken. Ik maakte een boek voor hem, lekker schilderen. Hij maakte dit soort dingen. En hij kwam op een gegeven moment ook bij mij thuis. En toen hing er aan de wand een grote foto van een zee. Weduwroos. En toen zei hij, oh, wat een kleuren, hij vroeg dus niet wat voor beest is dat of zo, wat de meeste mensen vragen, maar hij keek alleen maar naar de vorm, de compositie en de kleur die beesten hadden. En toen dacht ik van, ja, dat is natuurlijk ook wel een hele leuke manier om daar naar te kijken en ook heel, heel creatief. En toen ben ik gaan proberen om een klein beetje op zijn manier te fotograferen, want ja, dit soort dingen kun je natuurlijk onder water ook op zoek gaan naar vormen, naar kleuren, naar compositie. En ik heb ze toen ook, omdat hij ook maakte vierkante schilderijen, en toen heb ik ook daar allemaal, ja, voor patronen en herhalingen komt het vierkante formaat komt goed van pas. En dat noemde ik ze ook Marine Squares. En ik maak ze nog steeds. Ik ben de laatste tijd ben ik op Bonaire ben ik weer actief geweest. Dit is gewoon ook
Ja, dit is ook Grevelingen. Dit is een close-up van een die geleikorst. Die paarse geleikorst. Boeit niet. Nee, het maakt ook helemaal niet uit. Het is ook helemaal niet belangrijk wat het is. Dat is juist het leuke eraan. Het boeit niet, weet je? Nee, het boeit niet. Het is maar dit is, ja, en als je dit groot uitvergroot en ophangt, is dat gewoon, in de kamer heb ik er een stel hangen. En ik heb hier op mijn studio heb ik er ook een heel stel hangen. Maar dit is gewoon de zijkant van een oorkwal. Nou ja, goed, uiteraard. Ja. Dit is natuurlijk wel herkenbaar, maar dit is koraal. Is een, maar het is dus eigenlijk allemaal, en dat is wat ik in het begin vertelde, is het met een bewust idee, of niet het idee, dat kan ook gewoon onder water gebeuren, is dat je bewust onder water aan het fotograferen bent. En wil je creatief met je fotografie gaan zijn, dan moet je stoppen met het mikken en klikken verhaal, om het zo maar even te zeggen. En de plaatjes maken die eigenlijk iedereen al maakt. En natuurlijk, daar is helemaal niks mis mee om ook die plaatjes in je archief te hebben. Maar wil je echt creatief zijn, dan moet je eruit stappen en zeggen van oké, ik heb het beestje, hoe kan je die belichting of het standpunt anders benaderen, waardoor je hetzelfde onderwerp anders op de foto krijgt. Dat is eigenlijk... Zeker ook met een plan dan onder water gaan. Dit heb ik al gezien een keertje en ik denk, als ik daar weer over, dan kan ik misschien een mooie Marine Square van maken. En s'avonds aan de bar of zo, of s'nachts in mijn bed, lig ik in gedachten die foto al te maken. En dan daarna hoef je het alleen nog maar onder water uit te voeren. Hè? Maar het idee is wat dat betreft... die stukken dichte koraal, het is natuurlijk, het zijn prachtige kleuren en vormen, daar kan je lekker mee. Soms maak ik er een collage van. Dit is gewoon allemaal Bonaire koraal, allemaal kleurtjes. Ik vind het gewoon leuk om daar af en toe, ik ben er niet constant mee bezig, maar af en toe denk ik, ik ga weer eens mijn Marine Squares, ga ik weer eens creatief, hè? Als het creatief met kurk. Ja, precies. Maar het is ook leuk als je dit soort ideeën dan hebt om het dan, en zeker als je het 's nachts hebt, dus wij spreken op te schrijven. Hè? Dan ontstaat er een lijstje van ideeën, creatieve ideeën, hoef niet altijd een creatief idee. En dan kijk, als je altijd maar, en als je heel veel duikt, als je die luxe hebt, doe een keer wat anders. Eigenlijk is voor jezelf al, hè? Dus wordt ontzettend veel nagehaapt. Zeg je? Wordt ontzettend veel nagehaapt onder water. Tuurlijk. Ja, dat is zo. Als je wel eens op Facebook, dan zie je weer eens prachtige foto's van iemand of zo. En dan kan je er gif op innemen. Dat je de komende week daar meerdere versies van terug ziet komen. Maar dan blijf ik toch de eerste, de mooiste vinden. Nou ja, dat ding is er niks mis mee. Denk ik. Ook wat ik zeg, ook die foto's zijn leuk om in je archief te hebben. Alleen als je echt het kopje geeft. Of zie je het als vingeroefeningen? Ik bedoel, kijk, kan ik het ook? Maar het is natuurlijk geen uiting van creativiteit. Nee, dat is absoluut. Een tijd geleden heb ik dat gehad met die zeepaddenstoelen die in het water waren. En iedereen fotografeerde die tegen de zon in. Ja. En ik had het geluk, op het moment dat ik het water instap, dat het nagenoeg glad water was. En ik heb hem dus half-half gefotografeerd, wat ik voor de rest nog nooit ergens missen dat seizoen in één bal daarvoor. Toevallig twee of drie weken later zie ik een andere fotograaf precies hetzelfde. Ja, maar jij bent de eerste geweest. Het is jouw creatieve uiting. Van hem is het naar aperij. Dat had ik geen naam benoemen. Goed, zijn er nog vragen, Linda? Nee, volgens mij zit iedereen ademloos te kijken en te luisteren naar jullie. Wel opmerkingen van creatief is out of the box denken, maar dat zeggen jullie zelf ook al. Ja. Maar met een plan, begrijp ik. Ja. Zullen we dan de tweede set foto's even? Nee, we gaan jullie heel even op adem laten komen. Oh, oké. En Patrick start even wat in. Oké.
We zijn weer terug, Ron, René en Raymond. Hebben jullie nog een stem over? Ja hoor. Gaat goed volgens mij. We hebben nog een blok met foto's waarvoor jullie tips hebben. Dus ga van start, zou ik zeggen. Ja. Oké. Dit is een foto van Sandra Boelage. René, kun je daar iets over zeggen? Ja, dat kan ik. Weer een staande foto, dat tref ik wel, moet ik zeggen. Nee, ik vind, ik moet er even naar kijken. Ik zie een duiker, ik zie een voorgrond. Ik vind het onderwerp waarnaar gekeken wordt en het lampje opschijnt, ja, vind ik dan niet zo interessant. Ik snap wel dat dat gekozen is. Omdat het natuurlijk wel contrasteert met de omgeving. Ik vind ook hier de kleuren wat te warm. Het is een beetje een zweem overheen. Ja, en sowieso is het zicht niet zo heel goed. Dus ja, dat is dan weer lastig. Waardoor de onder, of de, het model zeg maar, wat vervaagt op de achtergrond. En dat, ja, ik vind het dan ook iets te strak ingekaderd. Zeg maar, hè. De elleboog is wel vrij van, de, van het kader. Maar ja, het lijkt bijna zelfs wel alsof daar iets met nabewerking iets in gedaan is. Maar dat weet ik niet. Dus ik vind het iets te krap in de foto zitten. De dijker had misschien zelfs iets verder weg mogen zijn. Ook de voorgrond wat minder interessant. Ja, en na mijn smaak ontbreekt er wel wat contrast in de foto. Dat heeft dan mede te maken, denk ik, door de manier van inflitsen. En in de combinatie met het wat mindere zicht. Dus er is natuurlijk ja, duidelijk wat stof aanwezig. Niet storend, maar ja, het mindere contrast zorgt me dan meer dan de aanwezige stofdeeltjes. Dus dat is denk ik iets waar misschien nog aan gewerkt kan worden. Wat ik dan weer wel heel goed vind, van het model zijn beide ogen heel goed zichtbaar. Dus je hebt echt, ja, echt het idee, ja, daar heb je een duiker, twee ogen zichtbaar, goed getimed, geen bellen in beeld. Dus ja, ik zou het denk ik iets ruimer opzetten, dus de duiker iets verder weg plaatsen. Ja, daardoor krijg je misschien nog minder contrast, dat is dan weer het nadeel. Maar, ja. Ja, een klein puntje van kritiek wat ik buiten wat René zegt, ben ik volledig met René eens. Mijn oog gaat direct naar de blauwe handschoenen. Waardoor dat ik eigenlijk op de voorgrond, die zakpijp, wat minder interessant vind. En ja, ik weet dat modelfotografie is heel lastig, want wil je het goed doen, moet je echt overal opletten met slangen en dergelijke. Maar ja, een klein puntje is, ik zou die handschoenen anders doen, laat ik het zo zeggen. Ja, die handschoen, ja, pas nadat je het gezegd hebt, viel me dat op. Maar eigenlijk trokken mijn ogen naar die oester, waar ze dus niet te licht op laat schijnen. Ja. En dat is ook een beetje een... Ja, een storende factor. Dus het model inderdaad dat ze goed kijkt. En het lampje gaat duidelijk naar die zakpijp. En die oester, ja, die is ook een beetje... Als je met een snoet zou verlichten, bijvoorbeeld die zakpijpen, dan zou je daar minder last van hebben. Dan trek je ogen daar meer. Hè. Soms zeggen ze wel eens, ja, less is more. Of hoe minder beeldelementen je nodig hebt, hoe sterker de plaat. Ja. Hè, want ja, die oester, ja, die doet niks. Die doet niet mee eigenlijk in het verhaal. Dus het ondersteunt ook niet de rest. Dus... Dat is eigenlijk wel het model. De ogen zijn goed belicht. Ja. Ik zie alle twee de ogen. Het hangt er netjes in het water. Mooi vrij van de bodem. Dus dat is goed. Ja. Ja, het mooier, interessanter onderwerpje. Daar had misschien de foto al gelijk. Ja. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor deze foto. Ook de duiker zo heel erg dichtbij. Die, een beetje bijna alsof je denkt van ho. Iets verder. Anderhalve meter. Ja, inderdaad. Vanwege de fisheye krijgt de duikster ook een beetje een raar
perspectief, of het is een snorkelaarster, geloof ik. En ook het, nou, een beetje, de foto is erg vergelijkbaar met de vorige. Het onderwerp waar de lamp op staat, ja, is ook niet echt boeiend. Het zijn allemaal zakpijpjes. Het is niet van, ja, god, waar is het onderwerp in dat gebeuren? En ja, die in het midden, zeg maar, links van de, ja, door de golfjes zie je de oppervlakte, die wordt dan een beetje gebroken. En het water is erg onrustig geworden, dus dat trekt ook heel veel aandacht. En dat maakt het geheel een beetje te rommelig. Het moet echt strakker. Dit moet strakker, er moet gewoon heel veel weg. Prioriteiten moet je stellen. Goed, de duiker goed erop, het onderwerp goed erop. En dan mag er wat omgeving, maar dat moet de duikster en het onderwerp ondersteunen. En nu maakt het geheel een beetje rommelig. Dit is denk ik duidelijk een zo'n voorbeeldje waarvan ik denk van, nou, het onderwerp, de voorgrond had net iets meer, had er 5 of 10 centimeter wat iets verder naar achter gehad. Dan komt je belichting ook wat mooier uit. Want ik zie onderin de hoek, zie ik dat roze er een beetje overbelicht. Ja. En naar het witte toe. Dat je flitslicht daar toch redelijk dichtbij staat. Ja, en ik denk dat het ietsje mooier had geweest als de snorkelaarster een halve meter naar achteren. Niet te ver, want zeker als het met fisheye is, dan is het al heel gauw heel ver weg. Maar dat het net iets meer ruimte krijgt in de foto, laat ik het zo zeggen. Verder vind ik het wel mooi dat je duidelijk de blauwe lucht ziet en het groene water van Nederland. Ja, en ik vind persoonlijk hier het lampje totaal niets toevoegen. Ik vind het ook, het is zo'n lichte foto dat ik denk, ja, waarom ga je in hemelsnaam snorkelen met een lampje? Die illusie, hè, de lucht is blauw, het is een ontzettend zonnige dag. Je bent op een halve meter aan het snorkelen. Ja, ik voel het niet goed, zeg maar. En als je hem dan gebruikt, als je dat per se wilt, omdat dat jouw smaak is, zou ik van hand wisselen. Omdat je daardoor, zeg maar, die hand die zit ook weer te dicht, wat mij betreft, op die, op die voorgrond, waar jij ook zei, Raymond. Daar wil je eigenlijk meer van zien. Want ik denk wel dat het een heel mooi stuk is. Moet je eens kijken wat voor kleuren daarin zitten. Als je dat iets beter uitlicht, ja, dan voegt dat lampje in dat handje voor mij dan niets toe. Ja, en dan, ja, dan, en dan, als je echt op details gaat letten, dan is het ook de snorkel. Hè? Die kun je dan beter aan de rechterkant dragen in dit geval. Ik weet dat je dat niet doet, maar... Of beter in beeld, hij is net afgesneden. Maar inderdaad, iets meer afstand, daar kom je al een hele eind, denk ik. Dan komt het al niet zo prominent over. De jury heeft gesproken. Daar moeten we het mee doen. Ja, volgende. Dit is een foto van Danny Frans. Een visje tussen het koraal. Dit is extreem lastig. Je Harrow Yellow Goby. Dit zijn beestjes die van links naar rechts schieten. Heel schichtig zijn. Toen ik hem gelijk in beeld zag, moest ik heel eventjes zoeken van waar kijk ik naar. Dit is gewoon extreem. Ze hebben heel veel beschutting, schermplaatsjes, verstopplekjes tussen het geweikoraal. Ik persoonlijk, ik weet niet wat voor camera dat het gemaakt is, maar snij deze een beetje meer uit dan het beestje. Dat is dan met nabewerking en zo, als het onder water niet lukt. Maar snij hem wat meer uit, doordat hij wat prominenter in beeld komt. Ja, er zit erg veel, veel omheen, die overbelichte koralen takjes. Het is leuk dat hij hem inderdaad niet centraal heeft. Dat vind ik op zich is dat wel een meerwaarde. Dat kan op zich een spannende beeld. Maar hij is wel heel erg naar de hoek en eromheen is wel heel erg veel koraal wat niet echt het visje ondersteunt. Net precies wat jij zegt, hij zou inderdaad krapper uitgesneden moeten worden. Of als je de foto nog opnieuw zou kunnen maken, dichterbij. Ja, dichterbij. En proberen dan dat je misschien, want dat is op zich wel leuk dat je hem fotografeert in zijn habitat. Dus dat je ziet dat hij in dat geweikoraal zit. Hij zwemt nu het beeld uit. Dat je hem bijvoorbeeld het beeld probeert in laat zwemmen. Ik heb deze beestje ook gefotografeerd in de Filipijnen en Anilao. Is dat ze wel vaak, ze hebben heel veel plekjes om zich te verstoppen, maar dat ze vaak dezelfde route tussen het geweikoraal kiezen. En dat ze altijd op hetzelfde plekje ook weer even komen kijken, of waar jij bent. Ga er alvast klaar liggen met je camera. Neem misschien ietsje afstand, dat het beestje zich wat comfortabeler voelt
om wat naar voren toe te komen. En op het moment dat je wil gaan fotograferen, dat je iets, heel rustig ietsje dichterbij komt. Maar laat hem in ieder geval de foto inkijken. Dus dat je eigenlijk, nu heb je hem helemaal volledig aan de rechterkant, dat je hem eigenlijk uit het midden aan de linkerkant zou zetten. Oké, volgende van Danny, die heeft nog een paar vier naakslakken ingestuurd. René, jij als naakslakfotograaf? Nee. Nee, dat vind ik ook leuk om te doen, maar ik ben zeker geen pure liefhebber. Maar ik vind het, weet je, het is een onderwerp wat er meteen uitspringt. Hè. Er is goed gebruik gemaakt van een hele kleine scherptediepte. Ja. Scherp gesteld op de voorste rinofoor. Dat spreekt me wel aan. Wat ik wel meteen vind, ik vind hem te veel van de zijkant genomen. Dus kijk, ook een slak heeft een kop, weliswaar geen ogen. Maar zo'n slak als dit, ik weet, ze kunnen wel eens wat sneller bewegen. Maar volgens mij kun je dan wel redelijk anticiperen om toch jezelf dus iets naar rechts te bewegen. Om iets meer de kop erop te krijgen. Dus wat meer de slak diagonaal zeg maar, van je af te zien. Hij heeft nog meer foto's van deze slakken, dus misschien dat eerst eventjes... Nee, het zijn andere slakken, maar... Maar deze stinkt hetzelfde, Maar goed, ook, dit is dan weer een hele andere foto, maar ook hier geldt, hier vind ik hem dan weer te laag in beeld. De positie van de slak is beter, ook weer mooi scherp op de rinoforen. En die herhaling achterin die foto, dat vind ik erg leuk. Ik vind dit wel heel knap, hoor. Heeft hij duidelijk met twee snoets gedaan. Alle twee op het goede gericht. Ik pet je af. Ja, maar helemaal eens. Want het springt eruit. Dus echt van afstand van wow. Mooie foto. Maar echt, het detail, geneuzel is dan het onderste gedeelte. Ja, die zit er net zo mooi net misschien, in. Ik zie het niet goed. Nou, het valt er net af, heb ik het idee. Dat vind ik dan jammer, maar... Ja, daar zijn echt puntjes op die... En ik denk dat je dan in dat geval die rechtse rinofoor, zeg maar, voor ons dan rechts, die valt dan wat meer in de kielkant van die andere slak. Ja, ik denk dat ook wel weer een leuk effect geeft. Een beetje een soort dubbelop foto. Dus hier is er weinig op aan te merken, behalve de krappe inkadering. Ja. Volgende. Ja, hier zit een verder staarworm... Zitten we wel op de voorgrond. Oké, ja. Ik moest eventjes... Voor mij was niet helemaal duidelijk wat hier nou precies gebeurde. Het is best wel helemaal heel kleurrijk. Mooi contrast. Maar wat er nou precies... het is duidelijk een kielkrans. Dat is eigenlijk de kont van een slak. En wat daarboven zat, weet ik niet. Het was ook een andere levensvorm. Het hangt. Ik zit te kijken of ik hier een leuke marine square van zou kunnen maken. Maar daar is hij net iets te rommelig voor. Ja, nou ja, goed. Dit zijn natuurlijk wel onderwerpen met die kleur dat je zegt. Oh, wel. Het is niet, want je hebt niet een slak duidelijk gefotografeerd dat je wil laten zien van hoe het beest eruit ziet. Ik neem aan dat je met kleur en vorm bezig. Maar ja, dan moet dat ook wel dan moet dat goed zijn. Dan moet dat kloppen. Dan moet er echt een hele mooie evenwichtige compositie zijn. En daar is hij nou net iets te... het is je ogen dwalen een beetje over het beeld van... wat gebeurt daar? Te rommelig in mijn ogen. Jammer, want het zijn zulke mooie kleuren en vormen. Ik zit dan echt te denken van, ik wou dat ik daar nu zat. En daar zou ik dan kijken van hoe ik daar nou een mooie marine square van zou kunnen maken. Hoe ik dat mooi evenwichtig in compositie zou kunnen brengen. Misschien is het ook niet mogelijk, hoor. Ik bedoel, Doe jouw bloed sneller van stromen rond. Ja. Ja, nee, ik vind zulke mooie kleuren en vormen, daar moet wat mee te doen zijn. Ja, dat is ook. En dat is dus, ga je dus bewustwording, die mindset, van jongens, we gaan niet creatief mee aan de slag. Ja, ja. Oké, dan nog één. Ja. Ja. Dit zijn hele kleine slakjes.
extreem lastig om te zien, omdat ze ook deels transparant zijn. Als ze transparant zijn, ja, dan gaat het licht er natuurlijk ook doorheen. Is het er meer dan één dan? Nee, dus één slak. Is één slak, hè? Ja, oké. Okay. Ja, het is wel heel, heel bizar, hè? Is dat, het lijkt dan een soort slak die bestaat uit een soort raamwerk. Ja, het is eigenlijk gewoon, er zit dus wel weefsel, dus wat transparant is, dat is wel gewoon weefsel. Alleen dat is, ja, dat is transparant glas. Ja. Maar ja, het zijn ontzettend mooie beesten, maar ja, omdat het dus zo transparant is, is het heel lastig om te fotograferen met contrast. Ik denk dat er hier goed gebruik is gemaakt van die zwarte achtergrond. Dat vind daardoor wel een mooie foto. Ik vind op zich niets. Ja, die stippeltjes aan de rechterbovenkant zou ik eruit. Ik zou misschien nog een heel klein stukje uitvergroten. Aan de rechterkant is een heel klein beetje storend. Maar voor de rest vind ik hem goed. Vind ik hem mooi. En het, ja. Ik denk dat het voor het. Ik ken het beest verder niet, maar ik vind het heel mooi los. Ja, hij komt mooi los. Heel bijzonder. Heel bijzonder. En net dat niet hele zwarte achtergrond, maar dat je dan net een beetje dat blauwe ziet. Dat vind ik ook wel heel. Dat geeft er nog net een beetje diepte aan. Anders zou het een nachtfoto. Dat vind ik heel mooi. Die gele stipjes aan de rechterkant storen me wel een beetje. En de linkeronderkant zit ook nog iets storend. Maar als je dat heel klein beetje uitsnijdt, dan is het vind ik het heel mooi. Ja. Linda, dit was de laatste foto van die we moesten bespreken. Dat is heel mooi, Ron. Ik haal ook Patrick er weer even bij. Ja. Zijn er nog vragen binnengekomen? Nee, maar wat er nog is, dat gaan we straks allemaal beantwoorden. Maar ik heb wel eventjes een paar vragen voor jullie. Oké. Ik denk dat wij ook fotografen zitten te kijken die nog niet zo ver zijn als jullie. Hoe zijn jullie begonnen? Ging het in één keer zo goed of is dat toch wel een lange aanloop geweest? Kunnen zij hoop houden? Nee, goed, ik bedoel het waarschijnlijk het langste. En ik ben nog in het analoge tijdperk begonnen. Ja. Opa vertelt. Nou, kom maar op. Foto's, mijn eerste foto's durf ik echt niet te laten zien. Nee, dit heeft ook heel lang geduurd. Zeker in het analoge tijdperk. Doordat je pas dat je rolletjes had. Je had 36 opnames. En dan ging je met een hele doos met rolletjes ging je 2 weken op vakantie. En dan kwam je thuis en dan ging je het ontwikkelen. En dan zag je dat je een paar hele grote fouten. Of dat je verkeerde instellingen had gedaan. Dus het zijn zelfs momenten geweest dat ik dacht van, ik ga dammen, maar ik ga wat anders doen. Maar goed, ik heb doorgezet en op een gegeven moment, dan lukt het. Zelfs, ik was natuurlijk al beroepsfotograaf, dus de techniek, de fototechniek, die had ik wel. Maar toch, onderwaterfotografie is gewoon lastig, is moeilijk. Is echt een van de lastigste vormen van fotografie om te doen. Kortom, veel doen, veel oefenen. En digitaal, het maakt niet uit, hè? Klik maar raak. En proberen wat, variëren en daardoor leren, denk ik. En dat is denk ik de crux van beter worden. Goed kijken naar wat je doet en wat je proberen te leren zien wat je fout doet. Je moet natuurlijk wel leren van fouten. Hoe ben je, fouten maken is niet erg. Hoe ben jij trouwens begonnen, want je praat eroverheen. Hoe ben jij begonnen? Hoe ik ben begonnen? Was het dan meteen geweldig wat je deed? Nee joh. Oh, nee, al die foto's heb ik al lang weggegooid. Die wil je niet zien. Nee. Nee, ja, natuurlijk niet. Dat is een kwestie van jaren. En de een doet dat sneller dan de ander. Zo is het ook natuurlijk. Maar dat is ook weer afhankelijk hoe vaak je duikt en zo. Maar het is gewoon veel doen. En, je bent wel bij mij ging dat ook niet van een leien dakje. En ik had, 2020... In 2010 ook nooit gedacht dat ik een keer of meerdere keren een wedstrijd zou winnen. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè. Maar het gaat erom, je wil jezelf ontwikkelen. Als je dat wil, dan zit je al op de goede weg. Dat is goed gelukt, toch? Ja, nee, dat is ook zo. Daar ben ik ook blij mee. Maar goed, uiteindelijk, je moet het lekker voor jezelf doen. En blij zijn met je eigen plaatjes. En als je zegt, je zit op een bepaald niveau. Ik wil dus wat anders. Je moet zijn op je eigen plaatjes, hoor. Dat is toch wel belangrijk. Kritisch zijn op je eigen plaatjes. Dat is belangrijk. Ja, dat klopt. Ja, maar dat ben ik wel. Eigenlijk moet je denken, nooit goed genoeg. En dan moet nog meer. Dan
Ik ken ook een aantal fotografen die zijn blij met hun eigen plaatjes, maar ze zijn ook de enige die er blij mee zijn. Ja, ja, dat is ook niet aardig, Ron, want het blijft altijd niet te smaak. Raymond, heeft het zin om een cursus te volgen? Als je beter wil worden, wel natuurlijk. Ik bedoel, ja, weet je, wat ik zelf had, kijk, en ik heb natuurlijk 8 jaar lang bij Onderwaterhuis gewerkt. Dat heeft voor mij natuurlijk een enorme boost gegeven. Maar wat je zelf ziet, en ik heb onlangs een cursus, een 1-op-1 cursus gedaan, ik woon in Zeeland in het water. En ja, weet je, die persoon die was constant, ja, die wist gewoon niet hoe dat ze verder moest. En gewoon puur door een heel simpel iets, is maar cursus geleerd, ja, lukt het ineens wel. En gaat ze net even dat stapje hoger, waardoor dat ze wel die foto's krijgt die ze bij de betere fotografen ook op Facebook ziet. En ja, dat had ze niet voor elkaar gekregen als ze die cursus niet bij mij of bij iemand anders had gevonden. Nee, je helpt iemand net een stapje verder, denk ik. Ik heb er wel wat handvaten. En ik zal niet zeggen dat wat ik mensen leer, dat in de Bijbel staat. Het werkt alleen voor mij zo. En ik heb inmiddels, denk ik nou, een kleine 1200 duiken allemaal met de camera. Het zijn best wel ook intensieve duiken. Zeker in de tijd dat ik echt per se dat ticket naar Mexico wilde winnen. En dat was voor mij de trigger om echt stappen te gaan maken. Maar goed, dat heeft me wel geholpen. En daar heb ik heel veel dingen uitgehaald. En ja, die wil ik graag aan andere mensen overbrengen. Ja. En het staat en valt niet of je een hele grote camera hebt. Ook met een klein cameraatje kan je mooie foto's maken, Ron. Tegenwoordig zeker. Vroeger was het echt, dan moest je een grote dure spiegelreflex hebben, wil je een beetje fatsoenlijk kunnen fotograferen. Maar sinds het digitale tijdperk, die eerste compactcamera's hadden al meteen het voordeel dat je het grote zoekerscherm waar je op kon zien. Met de oude, goedkope kleine cameraatjes moest je min of meer een beetje op goed geluk richten. Dat was daar meteen over. Dus nee, zelfs met de simpele, zeg maar, tussen aanhalingsteken, compact cameraatjes, mits je weet hoe het werkt. En dan niet alleen maar op automaat gebruikt, maar gewoon je toch wel een klein beetje verdiept. En natuurlijk gewoon ook flitsers erbij koopt en een groothoek erbij. Het hele set, het is niet, ja, er komen ook wel eens onderwaterfotografen die komen met een hele kleine compacte camera naar me toe en die zeggen, nou, ik heb deze gekocht en dan laten ze een boek zien en deze foto's wil ik maken. Op zich kan de camera het wel, maar dan zul je toch nog wel wat moeten investeren in flitsers en in lenzen of converters. En dan kan dat wel, maar niet. Maar ik wil niet van die toestanden, zeggen ze dan. Ik wil niet van die grote armen en van die alle. En dat is zwaar. Ja, goed, dat zul je dan toch echt wel moeten gaan doen. Het is toveren met een hele kleine camera kan niet. Een kleine camera kan wel gewoon foto's maken, mits je er gewoon extra dingen bij koopt. En anders ken je beperkingen. Ken de beperkingen van dan je kamer. Ja, natuurlijk. Ja, dan zijn er natuurlijk ook fotografen die zeggen, ja, ik hoef dat allemaal niet. Ik wil gewoon een herinneringsplaatje hebben. Dat hoeft technisch niet perfect. Maar als ik dat dan zie, dan in gedachten komen dan wel weer die mooie beelden naar toe. Nou, dat is prima. Dan hoef je dat niet te doen. Maar als je mooie foto's wil maken, mensen waar die aan andere mensen, want die foto's moet je dan ook echt helemaal voor jezelf houden. Die moet je beslist niet aan andere mensen laten zien. Nee, Ron, daar ben ik het niet mee eens. Want op Duik in Beeld zeggen we van, als je maar enthousiast bent waarmee je bezig bent. En als je dan je foto's wil laten zien, laat ze ook zien. Ja, absoluut. Ja, oké. Nou ja, goed. Laatste vraag aan René. Wat mogen we van jou verwachten op het komende Nederlands kampioenschap? Goeie vraag, want ik moet me eerst nog inschrijven. Oh. weet ik niet. Ik heb wel de intentie om mee te doen weer. En dat duurt bij mij altijd lang. En ja, de coronacrisis heeft dat nog veel langer laten duren. Dus ik ga morgen pas weer voor het eerst sinds, begin maart het water in. En dus mijn ideeën moeten nog komen. Ik ben heel erg benieuwd. Raymond, jij bent geduchte concurrent? Ook ik heb eigenlijk hetzelfde als René. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen.
Ik ben net overgestapt naar een nieuwe camera, een compleet nieuw systeem die ik ook weer moet leren kennen. Dat wil niet zeggen dat ik niet bang ben voor competitie, maar ik denk dat ik me op andere vlakken ga richten en kijken of dat ik daar voor mezelf meer uit kan gaan. We zijn benieuwd. Ron, jij bent weer coach van een team? Het Ronnie Stuff Team, die komen volgende week hier bij mij in de studio en die ga ik helemaal trainen. Ik heb hier allemaal fitnessapparaten staan en die... vorig jaar had ik ook een heel leuk team en we hebben gewonnen. Dus ik heb hier de wisselbeker staan, dus... Hopelijk kan ik namen. De grapje, bedoel, het is natuurlijk niet belangrijk. Zo'n teamwedstrijd is min of meer bedoeld om mensen over de streep te halen die zichzelf nog niet goed genoeg vinden om de wedstrijd mee te doen en een beetje wegwijs te maken in het wedstrijdgebeuren. En ook om veel te leren. Nou, ik kan je één ding vertellen. Het damesteam van Duiken in Beeld heeft geen fitness nodig. Die hebben chocola en wijn. Dus je komen eraan. Ja, jullie komen. Kom maar op. Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat het damesteam wel hele goede ondersteuning heeft. Dat klopt. Jij hebt inside information. Jazeker, Raymond? Ja, nee. Ik niet. Nee. Okay. Patrick, wil jij er nog wat aan toevoegen? Horen jullie mij? Of? Ja hoor. Ah, oké, nou prima, hartstikke goed. Ja, wat mij opviel vanavond, het was de vorige keer lieten wij de drie fotografen aan het woord. Hadden ze 25 minuten de tijd om iets te vertellen. Dat was veel te kort, was dat. En vandaar ook deze avond dat we deze opnieuw georganiseerd hebben. Maar ja, nu zijn we ongeveer 1,5 uur, nog iets langer zijn we bezig. Ik heb het gevoel... dat jullie makkelijk een hele dag kunnen volpraten met z'n drieën. Het is nog te kort, Patrick. Met wat jullie allemaal verteld hebben. En ik vond het in ieder geval weer heel erg leuk om naar te luisteren. En met Linda en mij nog vele anderen. Want er hebben heel veel mensen naar jullie gekeken en gereageerd. Dus super bedankt voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Ik wil nog één ding toevoegen voor de kijkers. We gaan de vragen die op Facebook en op YouTube gesteld zijn en niet beantwoord zijn, daar komen we op terug. Misschien niet vanavond, maar wel binnen de komende dagen. Ron, René, Raymond en ook Patrick, ontzettend bedankt. Kijkers, bedankt voor het kijken. En ja, waarschijnlijk een volgende keer. Ja, zeker een volgende keer. Tot aan de waterkant. Ja. Goed zo. We gaan gewoon weer een volgende keer gaan we organiseren. Dat komt helemaal goed. Ja. Goed. Jongens, bedankt. Oké. Dankjewel. Hoi. Tot ziens.